welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn geüpdate alledaagse make-up routine laten zien. Dat is dus deze look. Ik heb zo'n video al iets van 1,5 jaar geleden gemaakt. Maar ja, het was toen heel anders dan nu. Dus ik dacht, het is weer tijd voor een geüpdate video. Dit is de make-up look die ik maak gewoon voor alledaags. Ja, het is op zich best wel veel make-up en best wel heftig. Maar voor mij is dit mijn alledaagse look. Ik heb ook nog een go-to glam make-up look. Die is nog heftiger en meer glam. Mochten jullie die ook willen zien, laat het vooral even hier beneden weten in de comments, want dan maak ik die ook. Ik wil iets meer make-up tutorials gaan maken op mijn kanaal, want ik ben toch wel een beauty kanaal. En ik maak vooral reviews en ik wil weer een beetje de make-up tutorials terug gaan brengen. Dus doe vooral een duimpje omhoog als jullie dat ook willen. En ja, en dit is dan gewoon de look die ik gewoon maak als ik gewoon iets ga doen. Niks bijzonders, maar ik moet er wel een beetje mooi uitzien. Dus ben je benieuwd naar de video en deze make-up look? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Nou, daar ben ik dan met mijn blote billen gezichtje. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Die doe ik altijd al voordat ik de video begin, want het is gewoon saai en ik doe het altijd hetzelfde. Als je benieuwd bent naar hoe ik mijn wenkbrauwen doe, ik heb een hele snelle tutorial staan over mijn wenkbrauwen op mijn Instagram. Ik heb ook op mijn Instagram zo'n hoogtepunt gemaakt en daarin plaats ik al mijn how-to tutorials. Dus daar heb ik een wenkbrauw tutorial, een eyeliner. En volgens mij nog eentje, ik ben even... Oh, en hoe je wimpers moet plakken, die staat daar ook. Dus ja, volg me vooral ook op Instagram als je dat soort dingen wilt zien. Als je nou behoefte hebt aan een uitgebreide wenkbrauw tutorial hier op YouTube, laat het me dan eventjes weten beneden in de comments. Want dan maak ik hem graag voor jullie. Ik ga eerst beginnen met mijn dagcreme. Ik gebruik altijd de Clinique Hydrating Jelly. Ik vind de jelly heel fijn omdat hij heel snel intrekt in de huid. En hij is lekker luchtig. Met een vettige substantie vind ik het vaak dat het te lang duurt voordat het intrekt. En dan moet ik heel lang wachten voordat ik kan beginnen met mijn make-up. De primer die ik echt het vaakst gebruik is de By Kelsha Golden Serum. En deze breng ik gewoon altijd snel aan op mijn hele gezicht. Dit is echt by far de primer die ik echt het meeste gebruik. Omdat hij is gewoon fijn met elke foundation. Hij laat je make-up mooi lang zitten. Hij laat je huid glanzen. Mijn vaste abonnees die al mijn video's bekijken weten dat ik van echt heftige make-up looks hou. Lekker veel foundation. Lekker veel plamuur op mijn gezicht. Maar voor alledaagse is dat niet altijd heel fijn. Dus voor mijn alledaagse look gebruik ik een foundation met niet al te veel dekking. Gewoon een lichte dekking, zodat mijn gezicht een beetje egaal maakt. Ik heb ook niet echt een heel onrustige huid of wat dan ook. Dus ik hoef nooit echt per se heel veel dekking voor alledaags. Dus ik gebruik mijn Benefit Hello Happy Foundation. Deze is echt super, super fijn. Ik breng hem aan met mijn 1 euro spons van Shop Miss E. Als je nou denkt, 1 euro Shop Miss E. Ik heb een video gemaakt waarin ik allemaal make-up test van 1 euro, waaronder deze spons. Ik zal hem ook even hierboven linken. Ik gebruik trouwens deze foundation in de kleur 4, was ik even vergeten te vertellen. Veel mensen gebruiken voor alledaagse een BB cream. Ik vind die toch, ja, die heeft wel echt bijna geen dekking. Dus ik vind die nooit fijn om te gebruiken. Voor foundation gebruik ik mijn HEMA B No More Spots Concealer. Deze heb ik in de kleur 02 Neutral. Ook over deze lijn van de HEMA heb ik een video gemaakt. Ook die zal ik even hierboven linken. Deze concealer was echt super fijn. En sinds die dag gebruik ik deze bijna altijd voor mijn alledaagse looks. Omdat hij een klein beetje dekt. Niet super veel en hij is niet heel erg dik. Het is gewoon een hele fijne alledaagse neutrale concealer. En hij heeft ook een hele natural finish. Waardoor je niet ziet dat ik echt heel veel make-up op heb. Terwijl ik op zich best wel veel opsmeer, zoals je kunt zien. Echt, de HEMA foundation van deze lijn was echt een fiasco. Maar deze concealer hebben ze echt goed hun best meegedaan. Hij is echt super fijn. Hij blendt ook snel in. Dus als je in de ochtend snel weg moet naar school of wat dan ook, dan breng je dit gewoon aan en dan ben je ook gewoon heel snel klaar. Dat vind ik ook echt een hele grote pluspunt aan deze concealer. Dan ga ik mijn gezicht baken en poederen. Dat moet wel snel, want de concealer creased best wel snel. Ik gebruik mijn Huda Bake losse poeder in de kleur Pound Cake. Ik moet wel zeggen dat ik deze poeder niet per se zou aanraden voor een alledaagse naturel look. Want hij is best wel dik voor een poeder. Maar ik vind dat mooi, want dan geeft hij mij wat extra dekking. Omdat de producten die ik dus net heb gebruikt toch niet zoveel dekking hebben. Ja, dan door deze poeder wordt de dekking dan toch ietsje mooier. En ik vind het effect gecombineerd met deze producten
gewoon heel erg mooi. Ik ga ook met de poeder een beetje over mijn oogleden, zodat die niet vettig worden. Dus vooral mensen met vettige oogleden, vergeet ze vooral niet af te poederen. En ik blijf de poeder gewoon zo indrukken totdat het helemaal weg is. Nou, dan ga ik ook mijn gezicht en mijn neus contouren. Contouren is echt gewoon een stap die ik gewoon niet kan overslaan. Want ik vind mijn neus best wel breed. Hij heeft hier, ja, hier is hij toch best wel breed. Dus ik moet hem altijd contouren, want anders kan ik gewoon niet de deur uit. En een fijne alledaagse contour die niet too much is, is de Ethos contourpoeder. Dit is een matte contourpoeder. Ik heb hem in de kleur light medium. Je hebt hem ook in de kleur medium dark. En hiermee ga ik dan mijn neus en mijn gezicht contouren. Ik heb ook de NYX contour en highlight paletje. Die contour is wat heftiger, die is iets meer gepigmenteerd, dus die vind ik geschikt voor, ja, als je wat meer make-up op doet. Maar gewoon zo voor alledaags, kijk, hij is niet te donker. Dat vind ik gewoon heel fijn, zodat het niet too much opvalt, maar dat het wel is gecontoured. Nou, er zijn hier buiten op straat een paar honden tegen elkaar aan het blaffen, jongen. Man, 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 hele fitty hier op straat. Kijk, gewoon zo een beetje contour. En ja mensen, deze lijnen ga ik nou uitblenden. Er waren zeker een paar mensen die dachten van, gaat ze haar neus niet uitblenden? Gaat ze het gewoon zo laten? Nee jongens. En dan wat ik doe, dan pak ik weer die beauty blender. En dan ga ik een beetje lichtjes zo over de contour heen. Om het in te blenden met mijn huid. Dat heeft altijd heel veel nut. Oké, dan mijn ogen. Ik doe geen oogschaduw. Because ain't nobody got time om een hele oogschaduw look te maken. Gewoon voor alledaags. Ik doe altijd wel een beetje eyeliner. Of ik doe eyeliner of gewoon alleen mascara en nep wimpers. Dus ja, af en toe eyeliner, af en toe niet. Verschilt een beetje. Vandaag ga ik het wel doen. Ik gebruik mijn Benefit Roller Liner Pen in de zwarte kleur. En dan maak ik gewoon een kleine, korte winged eyeliner. Voor mascara gebruik ik de Essence You Better Work waterproof mascara. Sinds ik deze heb, heb ik echt de waterproof mascara's echt ontdekt. Ik vind ze zo fijn. Omdat, ik weet niet, omdat ze dus waterproof zijn, vind ik dat ze je wimpers beter vasthouden of zo. En beter krullen. Dus sinds ik echt waterproof heb ontdekt, gebruik ik heel vaak waterproof mascara's. Dus misschien ook een handige tip voor alle meiden die ook geen wimpers hebben zoals ik. Of in ieder geval geen hele lange wimpers. Probeer eens een keer waterproof mascara's te gebruiken. Ik doe ook altijd hier mijn bovenste waterlijn zwart maken. Omdat je die huidkleur nog eronderdoor kunt zien. En dat is niet heel mooi. Ik heb het ook altijd heel vaak over een hele goede zwarte oogpotlood van de Action. Maar ik vertel nooit welke het is. Dus iedereen vraagt aan mij welke bedoel je dan. Maar dat is de Max & More Kohl Pencil. Die je zo opendraait. Ik ben alleen de dop kwijt. Dus hij is nou een beetje uitgedroogd. Maar deze is echt super fijn. En echt heel erg zwart. Deze gebruik ik heel vaak en hij is like 1 euro, misschien niet eens. En die gebruik ik om een waterlijn hierboven zwart te maken. Ook qua eyeliner heb ik nog een extra tip die ik heel fijn vond, want ik had dit probleem echt super vaak. Ik had echt het probleem dat mijn eyeliner zo hieronder kwam. En dat is echt niet mooi, want vooral met zo'n alledaagse nude look is het niet mooi als je hier zo onder van die zwarte vlekken krijgt. En dat kwam dus omdat ik mijn eyeliner echt helemaal hieronder in het begin boven aanbracht. Waardoor dus als ik knipperde het zwarte zo hieronder kwam. Dus een tip, breng je eyeliner streep iets hoger aan. Dat heb ik nou ook gedaan. Dus dat is misschien een handige tip voor jullie. En dan nep wimpers, want ja, mijn echte wimpers zijn echt waardeloos. En ik heb ze ook al gekruld en zo, maar het heeft echt geen nut. Ik gebruik vaak voor alledaags de Queen Tarsi Nora lashes. Deze zijn heel mooi naturel op mijn ogen. Maar je kunt ze toch nog wel zien. Maar ik heb nou nieuw de Jade lashes. Deze zijn toch misschien iets heftiger of zo. Dus ik wil deze gaan proberen. Dus ik ga ze even opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik vind deze wimpers super mooi. Deze zijn dus iets heftiger dan die andere. Waardoor je ze toch iets beter ziet. Vooral als ik een winged eyeliner op heb. Vielen die andere af en toe een beetje weg. Maar deze kun je echt heel goed zien. Ik denk dat ik gewoon deze vandaag gebruik voor mijn eyeliner looks. En dan die andere voor als ik dat oversla. Oh, by the way mensen, dat gekraak wat je de hele tijd hoort. Dat irritante geluid. Over 2 weken komt mijn microfoon. En dan is dat geluid voor goed weg. Dus bear with me, nog 2 weken. En ik ga ook een lens kopen erbij. En met die andere lens kan ik dan iets meer close-up filmen. Want nou is het toch altijd redelijk ver weg. En ik wil toch, ja, alles nog beter laten zien. Dus over 2 weken komt er en een microfoon en een zoom in lens. Ik wil het hieronder toch nog iets lichter hebben en iets meer dekking. Dus ik gebruik mijn Essence Bright Up poeder. Deze is kapot, maar dit hoort erop. En dan ga ik nog een beetje van die poeder hieronder doen om het een beetje te verlichten. Kijk, het verlicht het echt. Je kunt goed het verschil zien. En dat vind ik toch altijd iets mooier.
Mocht je je afvragen hoe lang ik doe over deze look, ongeveer 20 minuten. Voor mijn onderste wimpers gebruik ik de HEMA B Collectie Skinny Mascara. En ik vind deze super fijn voor mijn onderste wimpers. Het is een beetje extra om twee mascara's te gebruiken. Maar ja, ik heb ze gewoon hier liggen, dus het is voor mij niet echt... En ik ging in mijn ogen, oh my god. Voor bronzer, mijn go-to bronzer, MAC Give Me Sun. Dit is gewoon echt mijn favoriete bronzer ever. Dus deze gebruik ik echt bijna altijd. En dan ga ik mijn gezicht lekker bronzen. Ik doe altijd heel veel, want ik hou ervan om een beetje bruin te zijn. Mensen, ben ik de enige die echt een hekel heeft aan de haargrens? Ik zie altijd bij mensen helemaal zo'n perfecte haarlijn, haargrens, of hoe het ook heet. En dan heb je mij, allemaal van die rare bobbeltjes en zo. Echt zo ugly. Ik heb al een groot voorhoofd, dus haren weghalen daar is geen optie, want dan wordt mijn voorhoofd nog groter. Als blush gebruik ik mijn Milani Blush Luminoso. En dan brengen we een beetje heel veel aan bij de wangen. De kwast die ik gebruik is, by the way, de Real Techniques Blush Brush. Die ik al gebruik echt vanaf het begin, of van mijn kanaal. Ik moet hem ook al vervangen eigenlijk, want hij is kapot. Kijk, je kunt gewoon dit eruit halen. Maar dit is echt mijn diehard blush kwast. Oké, dan highlighter. Qua highlighter heb ik soort van iets nieuws geleerd. En ik vind het echt super mooi. Iedereen kent Huda Beauty, of course. Wat ik dus nooit wist, is dat zij gewoon een YouTube kanaal heeft. Waarin zij gewoon video's maakt. Letterlijk als mijn video's, hoe ik het nu doe. Zo maakt zij ook video's. Nou, ik heb echt onder een steen geleefd. Maar ik wist niet dat zij YouTube video's maakte. En de manier hoe zij highlighter aanbracht, vond ik zo mooi. Dat ik het ook bij mezelf ging doen. En echt, het effect is echt super heftig. Het is eigenlijk echt way too much voor alledaags. Maar ja, ik hou gewoon van een hele heftige glow. Zij gebruikte haar Huda Beauty 3D Highlight Gold palet. Dat is dus deze. En dit is een cream. En dit is een poeder. En die twee mixten ze dan. Ik vond het echt zo mooi hoe zij dat doet. Zij pakt gewoon de spons zo in dit cream product. Die heet Fiji. En die bracht ze dan eerst aan hier op de jukbeenderen. Ik breng best wel veel aan. Dat deed zij ook. En ik vond het heel mooi. En ik vind het bij mij ook mooi. Want ja, ik hou gewoon van heftig. Maar ja, als je het gewoon iets minder wilt, kun je ook gewoon iets minder opdoen natuurlijk. Het enige wat zij anders deed, is dat zij haar blush pas hierna aanbracht. Ik heb de blush al van tevoren aangebracht. Want dat vind ik persoonlijk gewoon mooier. En ik ga ook zo een beetje omhoog ermee. Je kunt, by the way, Huda Beauty producten kopen bij smukcosmetics.com. Ik heb ook een kortingscode, Sarah. Al mijn codes staan onder deze video in de beschrijving. Die staan daar altijd en kun je gewoon altijd gebruiken. En dan pakte ze ook nog de poeder highlight ernaast. En daarmee ging ze er nog overheen. Dit maakt het nog heftiger. Dit is echt een extra stap die niet per se hoeft, maar kijk eventjes dit. Super heftig. Ik vind het zo mooi. Het is wel heel goud. Dus voor een lichte huidskleur is dit een beetje te geel, denk ik. Maar ik vind het dus echt super mooi. En dan wat er overblijft, doe ik een beetje hier bij mijn voorhoofd. En dan breng ik ook een beetje zo aan op mijn neus. En ook hier in mijn binnenste ooghoeken. Ik weet dat heel veel mensen dit nou echt too much gaan vinden, maar ik vind het mooi. Dan pak ik nog een beetje poeder om mijn contour hier strakker te maken. Doe ik aan beide kanten. Ik maak altijd zo een baard. En dan haal ik het er weer gelijk vanaf. Nou, mijn lippen hou ik dan ook altijd een beetje nude. Ik wissel wel altijd af met welke kleur ik pak. Maar het is meestal wel gewoon een nude kleur. Ik pak als lippotlood de W7 Lip Twister. Dit is in de kleur Caked. Dit is een hele mooie nude kleur. En hiermee ga ik mijn lippen omranden. En dan gebruik ik een Huda Beauty Demi Matte Lipstick in de kleur CEO. En daarmee ga ik mijn lippen inkleuren. Dit is dus een Demi Matte. Dus hij is niet helemaal mat. Hij blijft een beetje... creamy. En dat vind ik heel fijn. En dan een beetje MAC Fix Plus in de geur Rose. Dit is mijn favoriete geur. En dan is de hele alledaagse make-up look, glam make-up look, alledaags af. Nou mensen, dit was dan de make-up look. Mijn daily make-up routine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er iets aan hebben gehad. Laat me vooral hier beneden in de comments weten wat jullie van de video vinden. En of jullie nog leuke tips hebben en hoe jullie je make-up doen en dat soort dingen. Ik vind het heel leuk als jullie commenten, want dan heb ik toch een beetje interactie. En ik lees alles en ik geef altijd hartjes. Dus ja, laat vooral iets achter. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!